Dat is een moeilijke vraag, maar ik denk dat ze omtrent hier zo op 15, 16 jaar. Ik heb echt een belangstelling, kind. En ik mag gegroeid. En dus eerst op 36 heb ik besloten om mijn voltijds kunst te worden. Ja, maar papa had intussen tijd aan geschonden. Ja. Ja, ik heb geschoolde naweek en zo, en die tijd kreeg. Maar ouder ik word, hoe meer dat ik me gezien. En wat mij baie beïnvloed het, is op hoërskool het ik junior hoërskool. Dat ik in die kindmuseum gekom en Frans Hoeders werk gezien wat mij geweldig geïnspireerd het. Hij is van Holland afgekomen en hij komt bij. En hij heeft bij gewerkt. Ach, en daar had mijn belangstelling eindelijk begint door zijn werk zien, je weet. En hoe kan ik zeggen, dan leren oma wel eens wat hij ziet. En die grootste invloeden wat nou in papa zijn waren, niet invloeden niet. Ander kunstenaars wat een impact op papa zijn leven gehad is, wat papa wat een impression op jou gemaakt het? Laura Knight, sy is een Britse kunstenaar, ja. Maar nu, ik denk nader om te begin, wat hierdie mense, hulle wijs jou richting aan. En dan leer je naderhand om zelf dingen raak te zien, jy het jou eie drome. My grootste droom kan ek uitdruk is, ek wil sê, as ek in Engels moet uitdruk, ek sê, I want to catch the fleeting moment. Net die oomblik wat jy iets sien, en die atmosfeer vast te vang. En dan begin mens anders te na kuns kyk, en jy kyk nie meer wat ander kuns doen, jy probeer self jou eie drome droom. Wat zou je voor een jong kunstenaar zeggen? Wat moet je doen? Om weer te luisteren om te schetsen of wat even? Ja, schetswerk. Schets is belangrijk.
as jy skets, terwyl jy skep, is jy, skets is jy eintlik besig om die skildery te skep, en jy, jou verstand is aan die werk, om te doen. Dit is moeilik om dit uit te druk, maar dit is al, aanhou werk, aanhou skets, en dit kom nie alles met, net sommer nie, dit groei. En dan ook natuurlik om aan te hou, ongeag wat, wat gebeur. Iets wat my moed gegee het ook, is toe ek begin het, het ek gelees. Ek het die boek van Spreuke oopgemaak. En daar staan, Salomo, hy was een slim ou. Skryf, hy sê ek het gekyk en het gesien, dis nie die geleerde man nie, dis nie die ryk man nie, dis die man wat iets vind om te doen. En hy hou aan daarmee, uiteindelik, gebeur dinge daar. En dit is van toepassing op ons allemaal. In die skoolery wat papa maak, wat probeer papa uitbeeld? Wat probeer papa sê vir mense? So ek sê, ek wil die atmosfeer vastvang. Of het beeste is, of vissers, of een natuurtoneel. Elke ding het een atmosfeer samen te vinden. Dit is, dit was ons poog om vast te vang. En dis baie lekker om, as iemand anders kom en hy sê, hy kan een voel met die skildery, of hy voel, hy is deel daarvan. Ek dink dit is wat ons eintlik graag wil hê, hoe mense na werk moet kyk. Dat die toeskouer, hy moet deel kan voel van die werk, en hy moet die werk aan voel, en hy moet die atmosfeer kan voel, dan dink ek, dit is wat ons graag wil hê. Ja. Wat van my naas is, as mense kom en hulle sê, jesak, soos die restaurant toe nie, ek kan hier sit, ek kan dit ruik, ek kan dit hoor, ek kan dit proe, ek kan dit beleef, of weet? Ja, met ander woorde, die persoon voel die atmosfeer aan wat jy probeer skep het, jy weet. En in elke toneel is daar die atmosfeer, en ons moet nie kyk, en ons moet dit probeer raak sien. En jy kan na enige toneel toe stap waar jy in die veld stap, waar jy langs die kus, of in een gebouw in, of soos jy sê, in een restaurant, daar is een sekere atmosfeer daar. En dis vir die oomblik is dit daar, en dis die ding wat ek graag wil probeer vastvang. Nee, en ek glo nie ek nog 100% geslaag nie, maar is nog my droom om het recht te kry. En papa se liefde vir die Weskus, nee, die Weskus, hoekom is het daar? Wat maak die liefde so groot? Dis mense wat so mooi is, wat so na by die aarde lewe. Dit is nie werkelijk, ja, hulle het ook alles nodig, hulle het ook geld nodig, hulle het ook so. Maar as jy die mense sien, hoe gaan hulle leef een dag beslaan. En hulle trotseer die see om te gaan visvang en daar uit te lewe. En hulle dankbaarheid om die opgewondenheid te sien as vooral as die mans terugkom in die middag laat met die vis, en die familie is allemaal daar, die kinders, hulle die allemaal die opgewondheid, en het lyk, al sê hulle dit nie in woorde nie, uit hulle gebaarheid en hulle handelinge kan jy dankbaarheid sien voel. En dis ook een atmosfeer van sy eie gevoel.
ja, daar is zeker een hele paar goed om, om te kunnen waarderen wat om ons aangaan. Om die natuur te waarderen. Om het grasveld te waarderen. Een mooie boom, een bloekenboom. Yeah. Ja, waardering. Waardering voor die schepping. En die schepping behels alles. Planten, bomen, mensen. En ook, zoals ik zei, de geleerde is om. Dus moet aanhouden. Als je dingen aanpakt, dan kunst leer je ook om aan te houden en aan te houden. Als vandaag wat ik in die atelier stap, was ik gefrustreerd, want ik had het niet recht gekregen wat mijn kop was. En ik zei, nooit weer gaan ik terugnemen, maar die volgende dag is je maar weer daar, je weet niet. En dan besef je meer, ik moet maar weer proberen. Een kunstenaar is een ouwe wat homself torture, je weet. Hy het nog ander woorde dan, ek sê ja, in 'n mate is dit waar, want niks is ooit goed genoeg nie, jy weet, as jy klaar is met dit nie. Maar is daai begeerte in jou in wat regtig daai ding wil vasvang. En aan die een kant, ek het nou die dag ook vir, was daai vroumens, Snyman wat hier was, praat so, die kunst is ek mag jy nooit bereik wat jy wil nie. Ja. Want, ja, mag, met ander woorde, mag daar streven om te verbeter al die dagen. Daar is, ja. En dan is die groei. Ja. Was daar al ooit een werk wat jy gevoel het, yes, man, hier kom ek nou nabij? Terwijl die beplanning daar, en jy met die beplanning bezig is, dan is het die grootste skilder. Maar as hy klaar is, dan dit verdwijn, dan sien jy die vloks. Maar jy weet, die volgende een gaan jy weer beplan die grootste. Ek denk papa het meer werke vir boos as het op klaar gemaakt het in boos in jou. Ja, ja, ek dink ja, ek het baie werke verwoes, afgekrap of in brand. En, want dis die selle, ek wil hê die skouer, as iemand miskien eendag daai skildery in sy besit wil hê, dan wil ek weet, dis die beste wat ek kon doen. Ek het nie met die skildery gemaak. Ek wil graag hê die toeskouer moet ook tevrede wees. Your appreciation is my inspiration. En dit is met elke werk en dit is met, dit yes. Is waar vir jy werk. Ja, ja. Is nie, een mens wil nie geprys word, maar as een ander man sê, jo, ek waardeer die werk, of ek sien dit raak, of ek sien iets van, as hy, ek vat beeste, as jy sê, ek het het gesien, ek voel die stof, dan weet jy, hy beleef dit. Ja, ja. En daai waardering wat hy uitspreek, wat hy dit eraan gesien het, man, dit maak jy so, dat jy nog sommer baie beter wil doen. Ja, ja. Hoe kom voel mens so,